is. Ik heb vorige week een opiniestuk geschreven over de bootvluchtelingen. Dus ik zeg dat Europa de veerdienst organiseert voor de Italiaanse maffia en voor de mensenhandel. Dus gisteren zijn er 5.800 mensen uit zee gehaald. Vandaag misschien 2.000, morgen nog 3.000. Er staan er nog 1 miljoen op de kade in Tripoli. Doorbraak. Meer dan een mening.